In deze video gaan we aan de slag met het beeldend talent. En bij de Intenso staat die verbeeld natuurlijk als beeldo. Wat was ook alweer die basis? Sterk in creatief en associatief denken, divergent denken, intens beleven van kunstvorm en eigen fantasie en metaforisch taalgebruik. Dat zijn dingen die je ziet. Nou, het beelddenken, wat je waarschijnlijk misschien ook wel eens al van gehoord hebt, is iets wat je hier natuurlijk ook inderdaad sterk terug kunt zien. Dat maakt het wel eens wringen in het onderwijs. Hè? Dat zul je in de les zelf ook tegenkomen. En wat ik bij deze kinderen vaak zie, is bijvoorbeeld de moeite met de begrijpend lezen toets. En dat komt door het creatief denkvermogen, maar ook door het associatief denken, is dat deze kinderen 9 van de 10 keer de tekst eigenlijk niet echt lezen, maar er doorheen scannen, want daar hebben ze vaak een hekel aan. En die saaie teksten, want jeetje mine, zit ook inderdaad weinig creativiteit in vaak. Nou, dan gaan ze kijken naar die vragen. En dan komen daar 4 opties. Ja, en bij alle 4 die opties kunnen zij een heel goed kloppend antwoord maken. Dit zie je ook bijvoorbeeld gebeuren bij sommige IQ-testen. Waarbij je kinderen ziet die dingen aan moeten wijzen. Bijvoorbeeld bij de raket wijs je dingen aan. Waarbij je kunt zien dat ze... komen ze daar nou bij? Maar als je later naar hun terug gaat vragen van... wat bedoelde je daar dan mee? En dan zie je dat daar een heel kloppend verhaal tevoorschijn komt. Dus dat maakt het heel erg lastig, want daardoor klopt het niet. Hè? Dus het is geen punt, zogezegd, op de IQ-test. Maar aan de andere kant is dat denkvermogen dus eigenlijk wel sterk ontwikkeld. Het creatieve denkvermogen en het divergente denken is iets wat je later in het leven absoluut verder brengt. Want het zijn juist de mensen die dingen ontwikkelen, die nieuwe dingen bedenken en buiten die geëikte paden lopen. Wat ik bij kinderen vaak aangeef is, op school wordt heel vaak dat convergent denken gevraagd. Stapje, 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 stapje en dan kom ik ergens. Dat is wat school van jou wil. Wat voor deze kinderen heel erg helpend kan zijn, is uitleg geven wat school, wat CITO nou eigenlijk van hun verwacht. Zodat ze dat duidelijk krijgen en weten van oké, dit en dit en dit is wat ze van mij verwachten. Het filmpje wat je gezien hebt waarschijnlijk bij Sir Ken Robinson, gaat natuurlijk over het creatief denkvermogen, wat in het onderwijs een beetje om zeep geholpen wordt, omdat daar binnen de meetbare feiten alles gedaan moet worden. Het is heel belangrijk dat deze kinderen snappen dat dit dus geen beperking is, maar een talent. Voor heel veel kinderen gaat het voelen als een beperking, omdat hun hoofd nou eenmaal anders denkt dan wat van ze gevraagd wordt. Superbelangrijk dus dat dit ook terugkomt wanneer die kinderen extra uitdaging krijgen, bijvoorbeeld, dat ze echt ook met dit stuk aan de slag mogen. Dit is niet hetzelfde als goed kunnen knutselen. Dat is een hele belangrijke om goed in beeld te hebben. Dit is een creatief denkvermogen wat je hebt. Dat kan misschien wel resulteren in graag willen knutselen. Maar het resulteert ook heel vaak, ik ken heel veel mensen, inclusief mezelf, met een sterk creatief of een sterk beeldend talent, die absoluut niet goed zijn in knutselen. Maar ik kan wel van alles bedenken. Hè? Dus daar zit een verschil in. Als je met deze kinderen aan de slag gaat, is het heel belangrijk zelf ook om te beseffen dat je, als je hun wil bereiken, je dus ook beeldende materialen nodig hebt. Dit zijn kinderen waarmee je beeldend aan de slag gaat. Zodat ze echt dat kunnen verinnerlijken. Op het moment dat je puur alleen talig aan de slag gaat met deze kinderen, dan zul je ze 9 van de 10 keer niet bereiken. Dus zorg ervoor dat jij materialen kunt gebruiken. Zodat je echt duidelijk kunt maken wat dit talent voor hun inhoudt. Deze materialen, zoals ik al aangaf, helpen absoluut. Wat belangrijk ook is om te beseffen, is dat dit talent als eerste naar beneden gaat bij een kind wat faalangstig of perfectionistisch is. Wat je dan ziet bijvoorbeeld is bij kinderen die bijvoorbeeld dol kunnen zijn op filosoferen. Op mensen zich niet veilig voelen bij jou of zich in het geheel niet zo goed voelen. Dat ze dat dus niet gaan doen. Want zij willen goed en fout vragen hebben. En ze zijn continu dan gericht op wat jij wil. En daardoor gaat dit naar beneden. Op het moment dat het kind zich veilig voelt en prettig voelt, zie je dit omhoog gaan. Als ik het naar mezelf kijk. Het was na mijn burn-out. Toen eigenlijk een harnas van me afging. Dat de intenso's naar voren kwamen en dat daar van alles bij kwam en dat ik het verhaal kon schrijven en dat ik ineens besefte dat ik creatief was. Terwijl ik dat van tevoren eigenlijk nooit gedacht had van mezelf. Ik zou zeggen, duik in de wereld van beeldo en ik zie je bij de volgende video.